YouTube doet, zal ik deze video sneller dan dat ik mijn doos erbij pak in Rainbow Friends voor een 10. En ik ga ermee de deur door. Vandaag checken we een stuk of 20 van de beste verstopplekken in Rainbow Friends. En de tweede is een kluis. Dit werkt perfect voor wanneer Blue achter je aan zit of een andere Rainbow Friends. Maar het wordt alleen maar beter, want je kunt ook voor deze molen gaan. Dit ding heeft mijn leven zo vaak gered. Maar wat veel mensen niet weten, is dat hier nog een verstopplek zit. Namelijk onder de hooibalen. Ik heb deze nog nooit gebruikt, maar misschien dat ik dat vandaag wel probeer. En dat is niet het enige waar je onder kunt zitten, want ook deze tafel is een superhandige verstopplek. Ik wil eigenlijk even laten zien dat het werkt. Dus kijk, daar komt Blue aan. Ik ga onder de tafel zitten. En er is letterlijk niks aan de hand. In het begin wist ik dit niet. En dacht ik eigenlijk niet dat het zou werken. Maar er is meer. Als je namelijk hier komt, bij dit soort van kasteel, dan kan je je verstoppen onder de trap van het kasteel. En dit is misschien wel de veiligste plek in Rainbow Friends. Misschien dat alleen oranje erbij kan. Dus daar zou ik dan wel weer voor opletten. Maar ik ga nu naar een verstopplek die er eigenlijk helemaal niet uitziet als een verstopplek. Oké, volgens mij is blauw in de buurt. Eigenlijk wil ik nu, hoe raar het ook klinkt, dat die achter me aankomt, dan kan ik namelijk laten zien hoe goed deze verstopplek werkt. Dan is er letterlijk een spiegel waar je onder kunt zitten. En ja, blauw komt erg dicht in de buurt, maar zelfs als ik hem weer lok, 3, 2, 1, ga ik eronder zitten en is er dus gewoon niks aan de hand. Dit is misschien een mooi moment om degene te proberen die ik eerder liet zien. Oké, Blue is in de buurt, ik draai me om en er is niks aan de hand. Hij heeft wel stinkvoeten. Maar we zijn nog niet eens op de helft. Maar vergeet natuurlijk nooit de beste verstopplek. De doos in Rainbow Friends. Tenminste, ik zeg wel de beste. Alleen wanneer een Rainbow Friends ziet dat je de doos erbij pakt, dan werkt het niet. Terwijl andere verstopplekken, zoals bijvoorbeeld dit kluisje, wel gewoon werken. Ook al ziet een Rainbow Friend dat je erin gaat. Oké, de volgende verstopplek is misschien wel mijn favoriet. Dit is denk ik de enige verstopplek waar geen enkele Rainbow Friend je kan pakken. En dat is letterlijk in dit soort van kantoortje. Zelfs oranje is te groot om hier doorheen te kunnen. Blauw gaat er nooit inpassen. Maar als we dan deze kant op lopen, waar we groen zien, is er ook een fantastische verstopplek. Nou, als eerste natuurlijk deze kluisjes. Ik zie letterlijk zijn been er doorheen. Maar mijn favoriete, en misschien ook wel de meest stinkende, en ja, groen die weet hoe klimmen werkt. En dan is het hier, in de machine waarmee de Rainbow Friends zijn gemaakt. En je kan je wel voorstellen dat het niet lekker ruikt met al die monsters die erin hebben gezeten. Maar het werkt altijd. Maar nog een van mijn favoriete verstopplekken is dit tafeltje hier. Ik heb het al zo vaak gezien dat spelers in deze kamer terechtkomen en letterlijk worden ingemaakt door Blue. Maar je moet het maar net weten. Maar we zijn nog steeds niet klaar. Er zijn namelijk ook verstopplekken die best wel goed verstopt zijn. Maar laat me je een voorbeeld geven. Als je deze kant op loopt, heb je bijvoorbeeld hier overduidelijk een verstopplek. Werkt eigenlijk altijd. Maar stel voor je wordt achterna gezeten door bijvoorbeeld deze grote vriend. Dan kun je ook deze kant op gaan. Oh, we moeten uitkijken voor paars. Om je in dit kluisje te verstoppen. En ik wist eigenlijk niet eens dat deze hier zat. Maar zoals je kunt zien, zelfs als blauw super dicht bij je is, kun je er op het laatste moment nog in. Hij weet schijnbaar niet hoe deuren werken. En dat is niet de enige. Want er is nog een verstopplek in deze kamer waar ik eigenlijk nooit vanaf heb geweten. En dat is onder dit matras. En het werkt letterlijk. Ik bedoel, het zal niet echt lekker ruiken. En nee, het komt niet aan op geluk. Het werkt altijd. Zelfs als ik hem heel duidelijk op mijn hielen heb. En zelfs als ik echt aan hem laat zien van kijk wat ik doe. Ik ga onder het matras. Zelfs dan is er niks aan de hand. Hou alleen wel rekening met het volgende. En ik ga mezelf een soort van opofferen om dit te laten zien. Stel voor Blue zit achter je aan en je denkt jezelf in een kluisje te willen verstoppen. Zorg er dan altijd voor dat er nog wel een deur in dat kluisje zit. Want anders kun je een probleem hebben. Alle verstopplekken werken, zelfs bij oranje. Kijk, hij komt eraan. Hij heeft me gezien. Maar ik ga onder het tafeltje. En hij kan me letterlijk niet pakken. En zelfs als ik dan weer terug ga om hem een beetje uit te dagen, komt hij er weer aan. Oh! Je moet wel snel genoeg zijn. Oké, ik schaam me. Nu moet ik ook wel zeggen, oranje is denk ik een van de lastigste Rainbow Friends om aan te ontsnappen. Als Blue je namelijk ziet, dan komt hij achter je aan. Maar dat echt zo langzaam als een stofzuiger. Maar als oranje je ziet, dan is het echt een sportauto. Woep, en hij is bij je. Maar nu een verstopplek waar heel veel mensen mee gered hadden kunnen worden. Dit is een plekje waar je heel snel achterna gezeten wordt door Blue. Maar terwijl ik hier loop, ben ik nu al 2 keer langs de perfecte verstopplek gegaan. Heb jij hem gezien? Nee? Nou, dat zal ik hem laten zien. Er zit letterlijk een gat in de muur. En deze wil ik echt even laten zien. Want je zou zeggen, ja maar Job, hij pakt je daar toch gewoon uit. Nee. Momentje. Dit is de eerste keer dat ik echt letterlijk hoop dat blauw zo dicht mogelijk bij me in de buurt komt. Want let op. Hij gaat ook gewoon gelijk weg. Ik bedoel, hij snapt het niet. Kijk, en dan komt hij weer terug en dan ga ik er weer in. Hij kan letterlijk niks doen. En oh ja, trouwens, dit is ook een hele goede verstopplek. Ook al is het eigenlijk geen verstopplek. Omdat alle spelers weggaan van het begin, zijn hier bijna nooit Rainbow Friends. Dus als je je gewoon even wilt terugtrekken en de kans wil verkleinen dat je gezien wordt, of je wil even een glas water pakken of zo. Ik zie Blue daar letterlijk lopen. Ga dan gewoon naar het begin van de map. Maar onthoud wel, ze kunnen er wel ineens zijn en dan is dat jammer. Om maar een voorbeeld te geven. Stel voor, ik zou nu naar het begin van de map gaan. Zelfs als ik achter de gordijnen ga staan, weet hij dat ik hier ben. Dus ik pak snel mijn doos erbij. Gelukkig werkt dat wel altijd trouwens. Tenminste, dat is niet helemaal waar. Dozen werken niet bij groen. Maar er is nog een verstopplek. En ik zeg het de hele tijd van dit is mijn favoriet. Daar hebben we paars. Maar dit is mijn favoriet. Je kunt je namelijk in het riool verstoppen. Maar dan ben je daar wel voor altijd. Dus misschien niet echt een goede verstopplek. Wat ik eigenlijk wou laten zien is dat als je hier naar beneden gaat en je kijkt dus goed uit voor paars, dan heb je hier het stukje wat uiteindelijk naar de grot van Oranje leidt. En daar heb je ook een hele mooie plek. Wat trouwens ook echt een hele goede verstopplek is, maar misschien ook wel een hele enge. Dat is in de grot van Oranje. Je hebt hier een kluisje, maar de beste van allemaal is deze tafel hier. Hou er wel rekening mee dat je er echt perfect onder moet zitten. Nu bijvoorbeeld zou het niet lukken en nu bijvoorbeeld ook niet. Je moet er echt onder zitten. En ik ga nu een super groot risico nemen. Ik ga Oranje te eten geven. En ik ga expres hier blijven wachten, zodat hij me hopelijk ziet. Hij komt eraan. Ik ga hieronder zitten. En net op tijd. Kijk, hij probeert natuurlijk wel om te zien hoe het zit. Maar het lukt hem niet. En als ik dan weer hier ga staan... Kijk, hij is nu weg. Maar als ik hem dan hopelijk weer kan lokken... Oké, dat is ook goed. Dan laat ik via blauw zien dat het daar ook mee werkt. Want dan zie je dat het zelfs met de grote Rainbow Friends handig is. Kijk, let op. Ik ga eronder zitten. En er is gewoon niks aan de hand. En zelfs met Oranje... Oh, dude, dit is zo creepy. Kijk dan, ze staan allebei op dezelfde plek. Maar ze kunnen dus letterlijk niks doen. Maar laat vooral in de comments weten, wat is jouw favoriete verstopplek van alle verstopplekken die we hebben gecheckt? Zat er eentje tussen die jij echt niks vond, omdat je toch het gevoel zou hebben dat je er niet veilig bent? Of zat er misschien een tussen waar je gewoon zou willen wonen, omdat het zo'n goede verstopplek is? Of misschien heb je er zelf een gezien die ik niet heb gezien. Oh ja, pas trouwens heel goed op met de plek waar ik nu naartoe ga. Veel mensen verwarren dit met een verstopplek, waardoor ze hier letterlijk afgaan. En dat is hier. Je kunt je hier nergens verstoppen. Wat je wel kunt doen, is je doos erbij pakken, maar dan moet je er dus voor zorgen dat een Rainbow Friend dat niet heeft gezien. Oh wacht, ik ben één verstopplek vergeten en dat is het kantoor van Rood. Je kunt namelijk letterlijk onder zijn bureau gaan zitten. Er gaan alleen wel geruchten dat als je dat te vaak doet, dat er een kans bestaat dat Rood in zijn kantoor komt en jij daar nog verstopt zit. En dat lijkt me wel eng. Oké, dit is echt niet chill. Er is daar een lampje wat ik moet hebben, maar groen staat echt in de weg. Gelukkig kan je heel voorzichtig langzaam gaan. Je mag zijn armen aanraken. Oh nee. Doe, dat ging maar net goed. Wacht, let op. Ik ga letterlijk gelijk onder het matras. Ja, dit blijft toch fantastisch. Zou ik onder de ladder kunnen verstoppen? Nee! Niet elke verstopplek werkt even goed. Ik bedoel, ja, je kunt onder de ladder zitten. Alleen het werkt gewoon niet als verstopplek. We hebben alle lampjes en ik ben de enige speler die er nog is. Maar gelukkig hebben we in deze video geleerd wat goede verstopplekken zijn. Mooie beeldblauw. Kleine tip trouwens. Verlaat je verstopplek niet gelijk. Sommige Rainbow Friends zijn wel slim genoeg om in de buurt te blijven van de plek waar ze je voor het laatst hebben gezien. Dus als je dan gelijk het kluisje uit zou gaan, dan kan je regelrecht tegen een Rainbow Friend aanlopen. En voor als je het nog niet wist, dat is niet bepaald chill. Maar dit is voor mij sowieso de winnaar. Vooral omdat als je je hier verstopt, je letterlijk gewoon nog een ruitje hebt waar je een beetje doorheen kunt gluren. Wat trouwens ook een hele goede verstopplek is. Als je hier naar binnen loopt, is er één kluisje. En zelfs al ziet Blue dat je daarin gaat, kun je er alsnog... Wow, hij is dichtbij. Perfect in verstoppen. Misschien belangrijk om te weten, aan het einde van Rainbow Friends heb je je doos niet meer bij je. Onthoud dit goed. Er is dan dus namelijk geen manier meer om je te verstoppen. Alles wat je kunt doen is rennen. Gelukkig heb je een voordeel. En dat is dat de deur net op tijd dicht gaat. Alleen wanneer je dan alle blokken aan de kant hebt geduwd, gaat de deur ook gewoon weer open. En nee, hier in de ventilatie kan je je dus ook niet verstoppen. Alleen wat ik wel altijd leuk vind om te doen, letterlijk op het randje blijven staan. Maar het werkt altijd, zodat ik uiteindelijk weer in de ventilatie kan. En me dan eigenlijk een soort van verstop samen met Blue. We hebben gewonnen! En dit waren de verstopplekken. Abonneer voor meer en adios.